Meer dan 700 mensen hebben van het ABP een brief gehad dat ze een gedeelte van hun pensioen de afgelopen 5 jaar ten onrechte uitgekeerd gekregen hebben. Dat betekent dat hun pensioen verlaagd wordt en dat tegelijkertijd ze het onterecht uitgekeerde geld moeten terugbetalen. Maar deze mensen wisten helemaal niet of ze wel of geen recht hadden op dit pensioen. Sterker nog, zij kregen elk jaar van het ABP een bericht via het pensioenoverzicht dat ze er recht op hadden en ze kregen gewoon de betaalspecificaties. Dit zou dus betekenen dat bij een pensioenfonds zoals het ABP het pensioenoverzicht volledig waardeloos is. Dat vinden wij als CDA onwenselijk. Daarom heb ik in de Kamer het voorstel gedaan dat je rechten moet kunnen ontlenen aan je pensioenoverzicht en rechten moet kunnen ontlenen aan het geld dat al is uitgekeerd.